Nou, mooi. Vertel maar eens, waarom ben je hier? Nou, wij doen hier eigenlijk elke zondag koffie drinken. Voor de vrijheid. Om met elkaar te verbinden. Voor de vrijheid, want nu zie ik de vlag op de kop hangen. Heeft dat een betekenis? En dat klopt. Blauw, wit, rood, Nederland in nood. Blauw, wit, rood, Nederland in nood. Ja. En dat heeft betrekking op? Het globalisme. Wat eigenlijk... onze volksvertegenwoordigers zitten er niet voor het volk, maar voor onszelf, voor globalistische doelen. En heeft dat iets met de boeren te maken? Dat heeft zeker ook met de boeren te maken en de stikstofwaanzin. Ik ben er nieuw voor. Ik weet niet hoe je het precies bedoelt, maar ik ben geen corona-ontkenner. Maar prikken is er niet bij? Nee, prikken is er niet bij. Dat moet echt gewoon een eigen keuze zijn. En nee, ik laat mij niet prikken omdat ik anders niet op vakantie kan of zoiets. We staan hier elke zondag en elke donderdagavond staan we op de markt bij Niels. Doen we ook koffie drinken voor verbinding. En we zijn van open source. Dus we proberen mensen van liefdevolle informatie te voorzien. In plaats van wat de overheid doet.